Het is voor steeds meer Nederlanders een onmogelijke opgave om een betaalbaar dak boven hun hoofd te vinden. Volgens woningplatform Pararius zijn de huurprijzen in de vrije sector naar recordhoogte gestegen, terwijl het aanbod steeds verder afneemt. Pararius is nu met cijfers gekomen, met een rapport over de woningmarkt. Wat zeggen deze cijfers precies? Nou ja, Pararius specialiseert zich in vrije sectorwoningen. En dat zijn dus vooral woningen die worden verhuurd door particulieren. En daar zie je dat die echt in rap tempo duurder aan het worden zijn. Vooral hier in Amsterdam, dan betaal je echt de hoofdprijs voor een vrije sectorwoning. Over wat voor stijging hebben we het eigenlijk? 25% in een jaar. Woont u in Amsterdam-Noord? Jazeker. Ja. En huurt u? Ja, ook. Vrij sector? Ook. Oké. Okay. Dan betaalt u behoorlijk veel? Ja, zeker. Hoeveel? Om en nabij ruim 2300 euro. 2300 euro? Met z'n tweeën. Oké. Okay. En hoeveel vierkante meter hebben we dan? 70. In Amsterdam-Noord. Ja. Goed. Hans, je moet wel lachen. Nou ja, 2300 euro voor een woning van 70 vierkante meter in Amsterdam-Noord. Ik bedoel, tot een paar jaar geleden wilde helemaal niemand daar wonen. Nee. En ja, nu door de woningmarkt die zo krap is, kunnen kennelijk die prijzen worden gevraagd. Ja. En dat ligt natuurlijk aan het beleid. Ja. Nou, volgens Pararius komt het omdat het aanbod afneemt. Ja. Ben je daarmee eens van de huurwoningen? Het aanbod neemt af en dat komt in eerste instantie door Hugo de Jonge, die inderdaad met zijn puntensysteem de huurprijs wil maximeren. Hij wil juist dat de huurprijs omlaag gaat. Gevolg daarvan is dat een heleboel eigenaren, beleggers, een hele woningvoorraad gaan verkopen. Uitponden noem je dat ook wel. Hè? Bijvoorbeeld aan de mensen die er zitten of andere mensen die het gaan kopen. Omdat je met die huurwoning verhuren geen geld meer kunt verdienen. Omdat die prijs te laag is. Kijk, vaak koopt zo'n belegger koopt een appartementencomplex op met grotendeels geleend geld. Als dan de huurprijs lager wordt, dan zegt de bank zo van, oh ja, maar ik heb een heleboel geld aan jou geleend. Maar de waarde van de woning is een stuk lager geworden. Kom maar even op met een paar ton of een paar miljoen. Zo kan dus een belegger ook failliet gaan. En wat dus de jongen heeft gedaan, is dat die beleggers niet meer willen investeren. Nou, wat je dan ook krijgt, is dat die woningen uiteindelijk verkocht worden of aan particulieren of aan soms nog veel grotere internationale fondsen. En die internationale fondsen, op een of andere manier weten ze dan die wetjes van Hugo de Jonge te omzeilen. En die prijzen gaan alleen maar omhoog. Dus zoals zo vaak gaat met socialistische plannen, in dit geval van Hugo de Jonge, heeft dat geen prijsdrukkend effect, maar een prijsopdrijvend effect. In combinatie met het feit dat er veel te weinig woningen gebouwd worden. Er is bijna geen ontwikkelaar te vinden die nog wil bouwen. Het kan ook bijna niet vanwege klimaat- en stikstofbeleid. En we moeten 1,5 miljoen woningen bouwen de komende 10 jaar. En dan hebben we de woningproblemen opgelost. Ja, je zegt van nou, veel mensen voelen zich nu ook door deze omstandigheden en deze wetgeving geroepen om woningen juist te verkopen. Hoe zit het dan met de prijzen van de koopwoningen? De prijzen van koopwoningen die stijgen de laatste paar maanden weer, nadat ze de afgelopen 2 à 3 jaar zijn gestabiliseerd of licht zijn gedaald. Ze stijgen nu weer omdat de rente is gedaald. Dat betekent dat je eigenlijk weer meer geld kunt lenen, waardoor je meer hypotheken kunt krijgen, waardoor je dus een prijsopdrijvend effect hebt. Want ja, wat er echt aan de hand is, is gewoon zo'n groot tekort aan woningen, dat zodra die rente weer daalt, dat die prijs ook weer enorm gaat stijgen. En de enige oplossing is bouwen, bouwen, bouwen. En niet alleen in de stad zelf. Inbreiding noemen wij geografen en planologen dat ook wel. Maar ook buiten de stad, in de weilanden. En als je 1% van de weilanden in Nederland bebouwt aan de rand van de stad, dat gaat dus eigenlijk niet of nauwelijks ten koste van de boeren, dan heb je eigenlijk alle woningproblemen de komende 10 jaar opgelost. Want die ruimte die is er wel. Zoveel ruimte heb je ook niet nodig. En ja, dat moeten we dus gewoon doen. Ja, nu.nl schreef overbieden is weer normaal op een zeer krappe woningmarkt. Ja. En van de vorig kwartaal verkochte woningen zou ruim de helft voor meer dan de vraagprijs van eigenaar gewisseld zijn. En dat is meer dan de 46% van de 3 maanden ervoor. Hoe schrijven zij dat het nu weer normaal is geworden? Is een tijd lang pak minder overboden geweest? Tot 2,5, 3 jaar terug was overbieden heel normaal. Het is daarna minder geworden omdat de rente heel erg hoog was, waardoor de huizenprijzen iets zijn gedaald. Maar eigenlijk zou je verwachten dat die huizenprijzen nog veel meer zouden gaan dalen. Maar het is maar een heel klein beetje het geval geweest, omdat er een enorme klapte is. Nu de rente is gedaald, kunnen mensen weer een groter bedrag gaan lenen. En dan zeggen ze zo van, ja, maar die ene woning van 5 ton... ja, ik heb er ook weer 550.000 euro voor over. Dus ja, het is weer normaal geworden. Want tot 1 jaar of 3 geleden was het ook gewoon normaal.
Ja, maar is het niet zo dat juist door die vrije marktprijzen de prijzen ook stijgen? Juist als je de vrije markt de kans geeft om gewoon lekker te kunnen bouwen, om het dan maar eens even zo te zeggen, dan zul je zien dat er op een gegeven moment geen onderaanbod is, maar gewoon voldoende aanbod. En dan zul je dus zien dat de prijzen gaan dalen. Want iedereen kan gewoon weer een woning kopen. Ook de twintigers die nu wel een baan hebben, maar geen woning kunnen kopen, omdat ja, ze geen 6 ton los kunnen krijgen. Die mensen kunnen dan wel weer een woning krijgen, juist als je de vrije markt de kans geeft. Want die woning is dan geen 6 ton waard, maar bijvoorbeeld 3 ton. En dan kun je het wel betalen. Dus jij zegt eigenlijk, je zou de vrije markt veel meer zijn gang moeten laten gaan. Ik wil het zelfs nog wel wat radicaler zeggen. De vrije markt moet alle kansen krijgen. En eigenlijk moet je niet of nauwelijks sociale huurwoningen bouwen. Want er zijn voldoende sociale huurwoningen. Pak een beet 40% in Amsterdam, meer dan 40% is sociale huurwoning. Je kunt redeneren dat 10 of 20% van die mensen zo'n woning nodig heeft. Maar die mensen die nu in een te goedkope sociale huurwoning zitten omdat ze te veel verdienen, die willen wel verhuizen, maar die moeten wel een aanbod zien. Zo van wel een aantrekkelijke woning waar ze naartoe kunnen gaan verhuizen. En dan komen vanzelf die sociale huurwoningen vrij. Ja, vrije markt, hoezee. Hans, als er nou inderdaad meer wordt gebouwd, en de vrije markt, zoals je zegt, zijn werk kan gaan doen, wat betekent dat dan voor de mensen die in al die hele dure huizen wonen? Als jij bijvoorbeeld, ik noem maar wat, je bent in de 60, in de 70, je kinderen zijn het huis uit. Je wordt misschien wat slechter ter been. En je woont in een of andere kapitale villa, of gewoon in een mooie rijtjeswoning, of in een tweekapper. Dan willen een heleboel van die mensen best wel verhuizen naar een kleiner huis of naar een appartement. Misschien ook wel met wat zorgfuncties erbij. Maar dat aanbod moet er wel zijn. En dat aanbod is er niet of nauwelijks. En ja, als die grote woning vrijkomt, dan kunnen daar inderdaad gewoon gezinnen met kinderen weer ingaan. En zo breng je die doorstroming op gang. Ja, ik bedoel eigenlijk, die mensen hebben dus voor heel veel geld misschien wel een te duur huis gekocht. Als die vrije markt, zoals je zegt, wel zijn werk gaat doen en er dus meer huizen komen en op de een of andere manier meer gebouwd kan worden, omdat we ophouden met dat stikstofverhaal, CO2-verhaal. Ja. Wat gebeurt er dan met die veel te dure huizen en die hoge hypotheken? Nou, je moet het zo zien dat zeg maar, die oudere generatie heeft huizen gekocht in de periode dat huizen helemaal niet duur waren. Dus die kochten dat voor 1 of 2 ton in guldens. En dat huis is misschien nu 1,5 miljoen waard in euro's. Misschien wel erg overdreven, maar eventjes voor het voorbeeld. Dus ja, als die mensen hun woning verkopen, nou ja, dan zijn ze spekkoper. Daar worden ze hartstikke rijk van. Nou, dan hebben ze mazzel, om het zomaar uit te drukken. Maar in ieder geval komt die woning vrij. Ja, René, hoe kijk jij hiernaar? We hadden het net al even over de migratie. De sociale huurwoningen kwamen aan bod. Daar zouden er genoeg van zijn. Maar als er een steeds grotere migratiestroom binnenkomt, dan heeft dat misschien ook daar weer invloed op. Ja, die hele markt zit vast. En ook onder andere omdat we heel veel expats hebben. Ga naar Amsterdam. Op straat is Nederlands niet meer te vinden. In de winkels is Nederlands niet meer te vinden. Een vriend van mij woont in Amstelveen. De voertaal is daar Engels. Ik was vorig jaar op vakantie, of 2 jaar geleden op vakantie in Italië, en er lag een Braziliaan in het zwembad. Ik raakte mee aan de praat. En ik woon in Eindhoven, ASML. Dus die hele markt, een collega van mij die verkoopt heel veel woningen in het Utrechtse nieuwbouw. Ja, het gros gaat in het Engels. Want Nederlanders, agenten, verpleegkundigen kunnen dat niet betalen. Die slaan op de vlucht naar plaatsen rond de grote steden. En ja, de steden lopen vol met expats. Ja, dus het heeft demografisch grote gevolgen voor Nederland. Ja. Zit het precies met de expats? Nou ja, kijk, mijn kantoor staat in het centrum van Amsterdam. Ik woon zelf in Amstelveen, dus net als een vriend van jou. Dus ja, je ziet het overal. De voertaal is heel vaak Engels. Dat klopt wel, ook bijvoorbeeld in de horeca. Nou, mijn Engels is nagenoeg bijna native, dus mijn Engels is goed. Maar weet je, als ik 2 gin tonic bestel en als dan de ober aan mij vraagt zo van, can you repeat that in English, please? Dan heb ik zoiets van, ja, nee, ik wil 2 gin tonic of ik wil 3 bier. Ik bedoel, dat moeten ze maar verstaan. Ja. Maar kijk, natuurlijk, die mensen die hier zijn, die zijn hier. Dus die moeten dan ook wel Nederlands gaan leren. Dat vind ik dan wel. Maar vergis je niet, want wij doen ook onderzoek in winkelstraten, ook in Amsterdam. 70% van de klandizie in de Amsterdamse winkels is gewoon Nederlands. Nou, en als jij ook van buiten Amsterdam, als Nederlander Amsterdam komt, en je kunt alleen maar met Engels terecht, ja, dat geeft ook wel wat irritatie. Dus ik pleit ervoor dat werkgevers een soort spoedcursus aan de medewerkers geven, dat ze in ieder geval 3 bieren kunnen verstaan, of 2 gin tonic. Dat moet toch wel kunnen, hè? Moeten kunnen, inderdaad. Maar goed, aan alle kanten is er dus van alles gaande op die huizenmarkt. Ja. Dreigt er dan nu niet een generatie te ontstaan die helemaal überhaupt
überhaupt geen bezit heeft. Als je nu begint met bouwen, dan is het de eerste jaren nog wel heel erg krap. Maar op een gegeven moment zul je meer lucht gaan zien. Dus dan kunnen de twintigers van nu alsnog misschien een woning gaan kopen. Maar dan moet je alle klimaat- en stikstofregels die moet je afschaffen. En je moet ook gewoon weer de eigenaren, de beleggers, maar ook de ontwikkelaars, dus die huizen gaan bouwen, moet je de ruimte geven om in ieder geval een klein beetje geld aan over te houden. Want ja, zonder winst, zonder kapitalistische inslag, gebeurt er uiteindelijk helemaal niks. Winst is helemaal geen kwaad woord of een kwalijk woord. Je moet een klein beetje winst maken om gewoon te kunnen overleven. En dat kan op dit moment niet. En ja, daarom moet dat beleid van Hugo de Jonge gewoon echt helemaal van tafel. Daar pleit ik voor. Dankjewel, Hans.